Max, de transferperiode zit er inmiddels op. Met wat voor gevoel krijg je terug op de afgelopen maanden? Het is heel bedrijvig geweest. Best ook wel enerverend soms, maar ik kijk daar wel met een goed gevoel op terug. Zullen we het per linie doornemen? Om te beginnen met de doelmannen dan. We hebben natuurlijk Maddy nu onder de lat, sinds een half jaar. Zijn daar veel wijzigingen geweest? Ja, je noemt hem. Maddy, we hebben natuurlijk afscheid genomen van Peter. Hè. Die is vorig jaar verhuurd geweest aan Nuremberg en op dit moment verhuurd aan Sparta Praag. Wij vonden dat er een keeper bij moest komen, dus daar hebben we in de winter op geanticipeerd. En hebben we Maddy Ryan gehaald. Nou, dat was midden in het seizoen. Dat is voor een keeper best wel lastig om midden in het seizoen natuurlijk aan te sluiten. Aanvankelijk heeft hij ook die eerste paar wedstrijden even moeten wennen. Maar ja, je ziet gewoon dat je met een keeper te maken hebt en ook met een persoonlijkheid te maken hebt die gewoon heel veel ervaring heeft. Die ook heel veel ervaring toevoegt aan het team. En als je ziet hoe hij nu deze voorbereiding is gestart, de eerste wedstrijden van de competitie, hoe we het hebben gedaan in Europa, ja, dan heeft hij gewoon een hele belangrijke rol al op zich genomen. Laten we een linie opschuiven naar de verdediging. Valt eigenlijk gelijk natuurlijk op dat we Milos Kerkers kwijt zijn. Die was altijd aanwezig in zijn enthousiasme en zijn energie. Ja. Mis jij hem al? Ja, zeker. En ik moet zeggen, ik heb best nog wel regelmatig contact met de familie Kerkers. Het is hartstikke mooi om te zien dat Milos nu ook al bij Bournemouth indruk heeft gemaakt. En gewoon iedere week in de basis staat en ook volledige wedstrijden speelt. Ja, wat is daar verder achterin allemaal veranderd? Nou ja, als je rechts zou beginnen, dan hebben we natuurlijk gezien dat Yuki heel veel wedstrijden heeft gespeeld vorig jaar. Dat nog steeds heel erg goed doet. Wel hebben we daar ook al een beetje op ingespeeld door Denzo Casius daarbij te halen. En ik wil niet zeggen erachter te halen, want Denzo zal de druk op moeten voeren bij Yuki. Is een jongen die hele goede dingen laat zien in de korte periode dat hij hier is. Ook nog maar 20 jaar, heeft al een buitenlandse avontuur achter de rug. Maar we zijn met Denzo heel erg blij. En ook richting de toekomst hebben we daar weinig zorgen, denk ik, op die positie. Ja, centraal achterin is natuurlijk Sam vertrokken naar Bologna en Panta naar Cagliari. Ja, we hadden al gezien dat Wouter Goes natuurlijk het heel goed heeft gedaan vorig jaar als stand-in van Sam Beukema, die toen geblesseerd raakte. Dus we hebben Wouter definitief doorgeschoven naar de A-selectie. En we hebben daar wel een aankoop gedaan met Alexander Penetra. En ook die eigenlijk in de lijn met wat ik net over Denzo zei, heeft hij ook een geweldige eerste indruk gemaakt in de voorbereiding. En zal die concurrentie, of een van de vervangers, zal die concurrentie aan moeten gaan met Wouter. Met Richetli, die natuurlijk... Dat is natuurlijk ook nog een openbaring geweest deze Die natuurlijk video. Uiteindelijk ook van positie is veranderd. Oorspronkelijk als middenvelder gehaald, dat ook wel goed met elkaar besproken. Tuurlijk heb je het ook gehad over die 3 jaar dat hij centraal heeft gespeeld bij Vitesse en dat hij dat ook kan. We zien wel dat Richetli op dit moment ook het beste ligt. Hoe kijk je naar het middenveld op dit moment? Ja, Tijani was een van de spelers die we natuurlijk nog niet zo lang geleden verlengd hebben. En ook met het oog op nog een jaar langer bij AZ blijven. We hebben toen ook wel gezegd, we moeten sowieso op het middenveld kijken naar vervangers voor de toekomst. Ook in de winter daarop geanticipeerd met Georgi Mihailovic en met Sven Meijnans. Ja, en naast die twee spelers hebben we in de zomer natuurlijk nog Thiago Dantas gehuurd van Benfica. Dat is ook een jongen die heeft heel snel al laten zien dat hij goed is, dat hij goed bij ons past. Brutaal mannetje, niet de allergrootste, maar wel... ik denk wel in daden, want het is wel een jongetje die echt een rasvoetballer is. Ja. Dus ook daar zullen wij echt nog wel genoeg van gaan zien deze zomer. Dus uiteindelijk met Dani nog op het middenveld. Kenzo moeten we nog noemen. Met Kenzo die teruggekomen is en natuurlijk ook al best wel wat minuten heeft gemaakt. Ook weer een volgende stap heeft gemaakt in zijn ontwikkeling. Louis Schouten die vanuit de opleiding is doorgeschoven. Dave Kwakman die op dit moment ook gebruikt wordt omdat er wat blessures zijn op het middenveld. Ja, Dat laat ook gewoon zien dat ook die categorie jeugdspelers die erachter zit, die vorig jaar de Youth League heeft gewonnen, dat die ook al gewoon op de deur kloppen bij Pascal. Hoe kijk je naar de voorhoede op dit moment? Ja, ik denk dat we breder zijn dan de laatste jaren. Ik denk dat we daar met name ons echt heel goed versterkt hebben ook. Je ziet ook in wedstrijden die we al gespeeld hebben dat we ook... Ja, dat we in wedstrijden zaken kunnen omdraaien. Dat we als we gaan wisselen er niet minder op worden.
we heel veel dreiging hebben, ook heel veel diepgang hebben met spelers als Ruben, als Michael Lachdo, Ibrahim die daarbij gaat komen. Ja, dat is heel prettig. Ernst Boku. Ja, Ernest die natuurlijk weer terug is bij de A-selectie, die ook een geweldige indruk maakt in de voorbereiding. Het gaat natuurlijk in de buitenwereld, hè, wordt er dan heel vaak gezegd van ja, laat alleen maar spelers gaan, lijkt wel een uitverkoop in Alkmaar. Ja. Als jij het zo omschrijft, klinkt het helemaal niet zo. Nou, maar ik snap wel hoe dat werkt, weet je. Dat wordt eenmaal geroepen, mensen nemen heel vaak dingen van elkaar over. Als je er wat dieper in duikt als je naar het verhaal luistert wat ik hier nu vertel, ja, dan zijn wij, ja, ik denk op de meeste posities zelfs breder geworden in plaats van dat we er op achteruit zijn gegaan. En tuurlijk zijn spelers als Tijani Reinders zijn moeilijk te vervangen direct met het niveau wat je graag zou willen. Maar daar heeft Tijani ook 5 jaar over gedaan. Hè? En we zien ook gewoon dat er spelers nu alweer weer klaarstaan vanuit de opleiding. Dan wel van buitenaf, die ook al gewoon een heel goed niveau halen. En waar we waarschijnlijk volgend jaar weer van zeggen van joh, moet hij nu weg? Of over 2 jaar moet hij nu weg? Dat is denk ik het lot van alle Nederlandse clubs. Wij zullen een speler maximaal 2-3 jaar, een goede speler maximaal 2-3 jaar kunnen houden. En dan moet je ook weer doorselecteren. Een zaak voor ons is, voor mij met mijn team, om ervoor te zorgen dat er weer voldoende goede spelers op het veld staan. En ja, ik denk persoonlijk dat wij richting de komende jaren dat we een hele interessante groep hebben. We gaan Europa in, maar volgens mij gaan we met de onder-20 eerst nog een hele andere mooie wedstrijd spelen in Argentinië tegen Boca Juniors in Buenos Aires. En kijk je daar tegenaan? Heb je er zin in? Ja, enorm. Het is een fantastische beloning van natuurlijk het mooie jaar wat vorig jaar in de Youth League gespeeld is. Nu kan je gaan meten. Met de top van de wereld. We hebben dat afgelopen jaar gedaan met de top van Europa. Nou, uiteindelijk ben je zelf de winnaar geworden van de Youth League. Natuurlijk een super bijzondere prestatie is. Als eerste Nederlandse club de Youth League winnen, dat is altijd erg fijn. Maar het is een enorme uitdaging. En ik merk ook aan al die jongens die nu bij het eerste zitten, dat ze ook heel graag het vliegtuig instappen straks richting Buenos Aires. Om zich ook te meten met Boca Juniors. En dat is wel een hele gave wedstrijd.